Ik wil even proberen te begrijpen hoe u denkt. Hoe zit het met iets heftigs qua emotie als de liefde? Is dat vergelijkbaar? Nou, dat heeft natuurlijk een enorm evolutionair voordeel. Maar is het iets vergelijkbaars eigenlijk? Als een chemisch proces, ja. Het is een chemisch proces. Net zoals alle processen in de hersenen, net zoals alle gevoelens, al onze belevenissen chemische processen zijn. Die structurele, kleine structurele veranderingen in de hersenen tot stand brengen. Als we het hebben over belangrijke intermenselijke emoties, dan is het liefde het allerbelangrijkste. Als je dat enkel reduceert in een paar elektrische stroompjes in je hersenen, dan dat wil er bij mij niet in. Dat kan ik niet geloven. Ik denk dat er een hele andere wereld boven staat. Een soort ziel of geest, of hoe je het ook noemt. Maar die dingen ook echt ervaart, integreert. Hoe wordt alles met elkaar gebracht? Hoe wordt alles met elkaar in elkaar geweven? Uw model is gewoon een computermodel. We voeren wat elektrische stroompjes in en dan, nou, dat is het dan. Er is een groot verschil tussen een levende computer en een puur elektronisch werkende computer. En die levende computer heeft een evolutionaire geschiedenis van 3,8 miljard jaar achter de rug, waarin het gelukt is om het zo ver te brengen. Dat wil niet zeggen dat er meer moet zijn. Ik zie geen enkele reden om die hypothese aan te hangen. Ja, dat er meer moet zijn, dat er iets van ons over moet blijven. En als we nou kijken... Maar is er meer in deze wereld dan hersenen? Ja, maar goed, ja, zeker. Zeker. Maar we gaan even weer terug naar onze eigen tijd en onze eigen cultuur. Ja, ik kan dat niet anders zien. Het is ook niet anders, denk ik. En ik begrijp ook niet waarom dat mensen daar kwaad over kunnen worden. En het haalt niks van de romantiek af of zo. Het zijn heel bijzondere gevoelens. Alleen, je kunt je afvragen hoe gevoelens tot stand komen. En het maakt het niet anders, die gevoelens, als je daar iets van af weet. Ik denk niet dat iemand anders stofzuigt als hij weet hoe een stofzuiger werkt. En misschien iets met de vrije keuze en de vrije wil? Ja, nou, ik denk dat verliefdheid is ook weer zo'n onderwerp waar je dan aan kan laten zien dat vrije wil niet bestaat. Niemand die verliefdheid heeft meegemaakt kan mij vertellen dat een kwestie was van wel doordacht de juiste keuze maken. Dat zijn dingen die gebeuren gewoon. Ik word er een klein beetje depressief van. Kijk, als we alleen maar uit de bacteriën en uit de chimpansees zijn ontstaan, is er nooit een humaan appel, dan is er nooit iets meer dan de concrete werkelijkheid. En daar word ik heel erg depressief van. Dat zou ik helemaal niet leuk vinden. Als wij alleen maar uit chemische processen bestaan, dan zie ik het hele nut van het bestaan totaal niet. Maar dan hebben we de geest nog. Maar dat is er ook niet. Nee, maar u ziet ook in die spirituele...